Na 26 minuten voetballen is het duidelijk dat het voetballen tot grote kansen komen nog niet meevalt voor Emmen en Helmond Sport. Goed ingespeeld, goed aangenomen. Hawkins geeft Drogoelje. Hoek misschien lastig, dus probeert hij hem breed te leggen. Daar was Kade, maar hij werd ook goed verdedigd. Variant van Emmen. Laag, nog een keer laag. Och! Zoals het eigenlijk moest, alleen de laatste paas komt net niet aan. Rijn. Voorzet. Valt precies goed voor Helmond Sport. Daar zijn dan de serieuze momenten van Emmen. Rogoli. Dat is goed gedaan. Hamouti neemt over. Emmen eruit. Hamouti. Jezus. Wat is dat weer voor bal? Ongelooflijk op de tribunes. Ja, kan gebeuren ook in het betaald voetbal, maar dan raakt het niet heel lekker. Dat gaat de eerste gele kaart van de wedstrijd worden, alhoewel het voordeel is nog gegeven. Wagner hield het nogal opzichtig vast. Malahi, schot van Malahi, dat is een serieuze doelpoging. En nou, de gele kaart blijft nu dus uit, omdat er geen veelbelovende aanval is onderbroken, want die aanval ging door. Dat is al het geluk van de wereld dus voor Wagner dat dit doorging, anders is het natuurlijk geel. Helmond Sport speelt door en dat levert Malahi de eerste serieuze doelpoging in de wedstrijd op namens Helmond Sport. De bal draait in, daar is de kopkans en is serieus ook. Scholz is mee. En zo zijn de eerste momenten in de tweede helft voor Helmond Sport. In de eerste helft eigenlijk aanvallend niet gezien. Voorzet te hard voor Rogulje, maar daar is Hawkins nog. Hawkins heel buitenom. Wordt vrij makkelijk verdedigd. Hamouti. Rijn pikt op. Schot van Rijn. Zo, dat is lekker. Er gebeurt wat. Aan de Oude Meerdijk. Eindelijk. Het heeft echt zo'n beetje een uur geduurd. Torben Rijn. Goede redding ook van Van der Steen. Hamouti. Hamouti nog eens. Hamouti met de voorzet. En dat wordt dan nog net op tijd verdedigd. Malahi er langs bij Nuno Meter die volledig verkeerd instapt. Malahi heeft meteen twee man bij zich. Het zal naar de andere kant moeten. En snel ook. Dat kan alsnog, want de overname is er weer van Helmond Sport. Van den Urk. Daniel slecht klaar. Ah, dat past net niet om uit te halen voor Ostertje. En hoppakee, daar komt Emmen weer. Ja hoor. Het publiek pikt het op, spelers hopelijk ook. Nou, dat dan maar een leuke half uur in ieder geval nog van maken. Matt Hawkins. Bal bijna tot bij Rogoli. Rijn. Sona. Sona legt klaar. Puntertje is net te slap. Makkelijk voor Van der Steen. Kade met de kans. En daar in de vrije trap, scherp. Oh, vrije kopkans voor Scholz. Wat een kans. Jonas Scholz. Hij krijgt hem op zijn schouder in plaats van op zijn hoofd. Nee, weet zelf hoe groot deze kans was. Jonas Scholz. Malahi van de bal gezet. Dat is geen overtreding. Bal gespeeld. Zona zelf. Zona zelf. Wel hard van de steen. Laat daarom ook los. Een foutje toch wel van de keeper, maar hij komt ermee weg. Kajaman Sona met een overtuigend schot. En Van der Steen verwerkt hem niet goed. Geen buitenspel dit voor Rijn. Strakke voorzet. Goed verdedigd, want daarachter was Sadiku. En alweer de bal veroverd. Emmen nu even echt in een goede fase. Hawkins, Sona geeft voor en het moet bijna het doelpunt wel zijn. Maar ja, Van der Steen gooit zich ervoor.
dan is hij niet meer in te lopen. Van Hoven. Het is buitenspel wordt gegeven. Nou, het scheelde niet zo heel veel hoor. Een belangrijk moment. Daar is de Niels. Daar staat buiten de 16. Kijk ook. Linksback heeft dat echt op. Opeens is Emme daar dan nog. Hawkins, Rijn. Wacht, kapt. Rijn geeft voor en uit de kluts zit hij er niet in op de paal. In de allerlaatste minuut moet Emmen hier nog de winst pakken. Een hele goede actie van Rijn. Maar hij valt niet. Zo blijft het 0-0. Dat is een terechte uitslag hoor. Maar het had dus eigenlijk zomaar 1-0 voor Emmen moeten zijn.